De ontwerpwet huurwet woonruimte is momenteel in behandeling in het parlement. Het doel van de wet is de regeling van de huur en verhuur van de woonruimte, met name in de sociale huursector. Onze nieuwsdienst sprak DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons over deze wet. De reden hiertoe was dat Emmanuel Scheek, vertegenwoordiger van het studentenbestuur van de Anton de Kom Universiteit, had aangegeven dat de meeste jongeren de zekerheid willen dat zij later zelf een huis of perceel kunnen aanschaffen. Simons zei hierop dat er verschillende mensen in de samenleving zijn die in aanmerking zouden moeten komen voor een huis of perceel, dus niet alleen de jongeren. Een van de dingen waarvoor een heleboel jongerengroepen tegenwoordig streven, is dat jongeren die wanneer ze een bepaald opleidingsniveau hebben en zijn afgestudeerd, dat ze niet zo'n moeilijke start hebben om hun gezin te gaan stichten, een goede baan te hebben, een huis en een perceel te hebben. Maar het is niet de bedoeling dat je gewoon een perceel of een huis moet hebben en that's it. Nee, je moet die garantie hebben dat je die goede baan hebt, zodat je je lifestyle kan sustainen. Je hoeft niet het grootste huis te hebben, je hoeft niet de duurste auto te rijden. Maar het is wel de bedoeling dat wanneer je die investering hebt gedaan en met jou ook de hele Surinaamse samenleving. Maar wanneer je in een samenleving leeft, en Suriname is zeker zo'n samenleving, waarbij er toch wel bijna tientallen jaren onvoldoende is gedaan aan bepaalde dingen. Laten we zeggen, een huisvesting. Er is een grote achterstand. En de jonge mensen, die zijn 28, 30 jaar, ze komen van de universiteit, of ze hebben een opleiding af, ze hebben 1 of 2 kleine kinderen, ze willen huis, jawel. Maar, die vrouw met 4 kinderen, die nu al 40 is, en die nooit in die vraag en nog steeds bij haar ouders woont, die noemen we geen jongeren meer, maar die heeft wel heel snel een huis of een perceel nodig. Omdat als ze nog 5 jaar wacht, kan ze die hypotheek niet meer nemen om dat huis te bouwen. Dus er zijn meerdere groepen in de samenleving. De parlementsvoorzitter zei verder dat er tijdens de behandeling van de huurwet gelet zal worden op de huurprijs en het huurcontract. Dit om te voorkomen dat huurders misbruik maken van mensen in nood. Huurprijzen zijn hoog, omdat er ook te weinig huizen zijn, maar ook omdat het bouwen van een huis natuurlijk wat kost. En als er een zekere wanverhouding is tussen wat mensen kunnen verdienen en wat voor huizen beschikbaar zijn, dan heb je dat probleem. We zien in alle landen dat huisvesting altijd een moeilijk probleem is. Het is niet een eenvoudige zaak. Zelfs in rijke landen zien we dat soms mensen niet makkelijk aan de bak komen omdat in een bepaalde periode huizen zeg maar te koop of te huur te duur zijn. Altijd gaan overheden dan inkomen om voor bepaalde groepen de zaak te verzachten. En dat hebben we hier ook. Wij hebben zelf de wet ingediend. Ik heb de huurwet samen met anderen ingediend. En daar hebben we in elk geval erin gezet dat je het niet in valuta mag vragen. Want dan is het minste wat je krijgt, is als een huis 1000 gulden per maand kost, dan kan het niet volgende maand 1200 gulden zijn. Parlementsvoorzitter Jennifer Geerling-Simons. Wij spraken haar afgelopen week over onder meer de ontwerpwet huurwet woonruimte. Deze wet is momenteel in behandeling in de Nationale Assemblée.